Oh, j'ai très faim. Du papier. Du papier. Yes, goedemorgen. We zijn nu in het tankstation in België. En het is zover, onze zomerroadtrip 2020 is dan begonnen. We zijn nu onderweg, we hebben ongeveer 2 uur gereden en het is nog ongeveer 2 uur tot ons eerste park. Nou, jullie hebben waarschijnlijk al in de titels zien staan. Het eerste park van ons gaat Park Asterix worden in Frankrijk. Het is een park waar ik nog nooit ben geweest, dus ik ben daar super benieuwd naar. De komende dagen gaan we nog vier andere pretparken bezoeken in 6 dagen tijd. De video's hiervan zullen jullie delen op mijn YouTube kanaal zien. Het eerste deel, dat zal dus Park Asterix zijn. En de volgende die komen de komende weken online, dus check dat uit. Wij gaan nu weer verder en ik zie jullie daar weer in Park Asterix. Yes, en we zijn aangekomen in Park Asterix. Ja, als ik eerlijk ben, het is nu eigenlijk het einde van de dag van Park Asterix. Maar vanmorgen had ik geen tijd om de intro op te nemen, want ik heb hem wel even snel opgenomen, maar het was niet echt goed. Want we hadden al een reservering voor de attractie staan. Dus bij deze dan nu op het einde van de dag een intro. Ja, we zijn nu in Park Asterix. Het is voor de eerste keer dat ik nu in Park Asterix ben. Ik heb daar echt wel hoge verwachtingen bij, want ik vind de parken waar bekende figuren zijn, vind ik hartstikke leuk vaak. Plopsaland vind ik heel leuk, Disney vind ik leuk. En ja, wie kent Asterix en Obelix nou niet? Dus dat lijkt me daarom echt een superleuk park. Daarnaast hebben ze ook hele goede achtbanen waar ik benieuwd naar ben. Ik ben al een aantal keer naar Parijs gereden en dan kom je langs de snelweg en dan zie je Osiris staan. Dan wil je eigenlijk stoppen en wil je deze gewoon zo snel mogelijk doen. Tot nu toe is er nog niks van gekomen. Maar vandaag gaan we Osiris doen. Daarnaast hebben ze ook een hele leuke Family Gaslauer achtbaan, dat is Pegasus Express. Daar heb ik ook goede verwachtingen naar, dus daar gaan we ook zeker zien. En ik neem jullie gewoon mee in mijn dag, hoe dat er vandaag uit gaat zien. Ja, zoals jullie zien heb ik een mondmasker op, want sinds kort is het hier in Park Asterix verplicht om een mondmasker te dragen. Dat is niet alleen in de wachtrij of attracties, nee, dat is ook hier gewoon buiten op straat, dus je moet hem de hele dag op hebben. Het enige moment dat je hem af mag hebben, dat is als je gaat eten en drinken, dan mag je hem af hebben. Maar voor de rest moet je hem de hele dag op hebben. En het wordt de eerste keer dat ik hem echt de hele dag aan heb, dus ik ben wel benieuwd hoe de ervaring ermee is. De eerste attractie, dat gaat Pegasus Express worden. Ik moet natuurlijk ook even wat voor de komende dagen zeggen, want ik weet niet of mijn uitspraak van alle attracties heel goed is. Dus neem me dat niet al te kwalijk. Maar ik denk vast en zeker dat jullie wel weten welke achtbaan ik nu bedoel. Pegasus Express is aangekleed als een Romeins treinstation, waarbij ook de vertrektijden te zien zijn. Mesdames et messieurs, sachez que les meilleures conditions sont réunies pour un voyage inoubliable sur notre ligne Pegasus Express. Park Asterix ook gebruik van een reserveringssysteem, een mobiel reserveringssysteem om wel te verstaan. Dit kennen we natuurlijk ook van Walibi Holland. Je kan dit gebruiken voor de 6 grote attracties in Park Asterix. 'S Ochtends bij de ingang hebben wij een folder gekregen met een QR-code erop. Daar meld je aan aan het systeem. Het systeem heet Philotamatics, als ik het goed uitspreek.
En als je je aangemeld hebt, dan kan je op de attractie klikken. Er staat bij hoe lang het ongeveer virtueel wacht is. Als je aangemeld bent, dan zie je een timer lopen. En als je aan de beurt bent, dan verschijnt een QR-code en die laat je bij de ingang van de attractie laat je die scannen. Tot nu toe vind ik dat wel een heel fijn systeem. In Walibi Holland ben ik nog niet geweest met het systeem, maar het is wel fijn. Wat ik wel merk is dat, kijk, in Walibi Holland ken je de attracties en weet je ongeveer hoe ver het lopen is. En hier is het voor, ja, voor mij de eerste keer. Dus het is soms wel even moeilijk in te schatten welke attractie doen we nu als volgende. Want je, om een beetje een optimale looproute ook te hebben. Dus dat merk je nu wel direct. Maar ik vind het al met al wel echt een heel fijn systeem. Buiten de grote attracties zijn er nog meer attracties. Daar dien je gewoon nog wel voor aan te sluiten. Er is ook een leuke carousel staan. Daar hebben ze onder andere een Obelix heel groot waar je in kan zitten en die je rond kan draaien. Dat is best een grappig vormgegeven carousel. En we staan hier in de rij van Menhir Express. Dat is de lokvloem hier in Park Asterix. Dit is een van de attracties die niet onder het reserveringssysteem valt. Dus hier is nog gewoon een wachtrij. De wachtrij bedraagt op dit moment ongeveer 35 minuten. Dus dat valt eigenlijk best wel mee. En wat je hier eigenlijk gelijk ziet is bij zo'n wachtrij dat er goed gecontroleerd wordt hier. Er lopen veel beveiliging rond en medewerkers van Park Asterix. Ook hebben ze in de wachtrijen, gewoon middenin, hebben ze eigenlijk desinfectiemiddel staan voor je handen. Dus dat is ook zeker goed. En ook de bootjes van Menhir Express, die zien er toch iets anders uit dan een standaard lokvloem. En nu is het tijd voor Goederix. Ik heb daar veel over gehoord, eigenlijk alleen maar slechte verhalen, dat hij heel ruw is. Maar ik wil hem zeker voor de coaster credits wel doen, dus jullie gaan dadelijk horen wat ik ervan vind. Het station van Goederix is aangekleed als een heel groot vikingschip. Dat hebben ze wel tof gedaan eigenlijk. We komen net uit Goederix. Ik was op het ergste eigenlijk voorbereid, want ja, hij staat bekend als niet hele soepele achtbaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk nog wel voor meeval. Het gezelschap waarmee ik ben, die vonden hem wel wat pijnlijker. Natuurlijk, het is niet de meest soepele rit die je ooit hebt gedaan. Maar op zich, ik vond hem nog wel te doen. Ik heb ergere achtbanen gedaan, laat ik het zo zeggen. En wat ook een extra uitdaging, want net toen we erin instapten, begon het ook nog eens te regenen. Dus dat is sowieso extra pijnlijk. Dus deze achtbaan, ja, ik vond hem op zich nog meevallen, maar ja, dat is denk ik ieder voor zich. Misschien als je wat langer of wat groter bent, dat het misschien ook wel inderdaad wat pijnlijker is. Ook voor kleine kinderen heeft Park Asterix genoeg te bieden. Hier hebben we een draaimolen dat helemaal gethematiseerd is met vikingschepen. Dus mocht je ook niet alleen voor de achtbanen komen en ook kleine kinderen hebben, dan is Park Asterix ook zeker zeer aan te raden. Dit is denk ik wel een van de mooiste attracties die ik heb gezien in dit type. Super mooi aangekleed. Dit is Disco Blix. We zijn nu aan het wachten op de dolfijnenshow van Park Asterix. Eigenlijk best opmerkelijk, want Park Asterix heeft verder geen dieren, alleen maar attracties. Maar ze hebben wel een dolfijnenshow in het park. En dat grote voordeel natuurlijk met een virtueel wachtsysteem is, dat terwijl je naar de show aan het kijken bent, je ook gelijk kan wachten voor een attractie. We hebben nu een reservering staan voor La Trace du Hurra, dat is de Bobbanje. En dat is ongeveer anderhalf uur wachten. Dus dan hebben we ruim tijd om deze show te bekijken. Venu tout droit de Californie, voici la bande au grand complet. Gonzo, Santo, Kai et Smack.
Net onder de Dolfijnenshow hebben we gereserveerd voor La Trastura. Dat was ongeveer anderhalf uur virtueel wachten. En we zijn nu aan de beurt. Dus we hebben net onze reservering gescand. En meestal bij de attracties, soms kan je gelijk instappen. En anders sta je 5 à 10 minuutjes maximaal te wachten. Dus dat is wel echt prima geregeld. Ik moet wel zeggen dat de operations hier in Park Astrid wel echt zonder goed zijn. Je hebt vaak wel met de corona dat het natuurlijk verlaagde capaciteit is. Maar hier hebben ze eigenlijk wel alle achtbanen gewoon helemaal vol. Ook heb je hier single riders lijn bij Osiris. Daar kan je bijvoorbeeld als je alleen bent ook gaan staan. Dus dat is gewoon allemaal hier beschikbaar. En we staan nu voor, ik ga mijn best doen, Epidemic Crociers. Ik denk dat ik het goed zeg, maar dit is de bootride / darkride hier in Park Asterix. Ik heb eigenlijk geen idee wat er verder te zien is, maar ja, jullie zien het zien. Ik wist eigenlijk niet wat ik kon verwachten met Park Asterix. Ik weet dat het Park Asterix onderdeel is van Compagnie des Alpes. Dus onder andere de eigenaar ook van Walibi Holland en Walibi België. Dus ik had eigenlijk wat betreft thematisering niet zo heel veel verwacht. Alleen ik moet zeggen dat het park er echt super mooi bij ligt. Eigenlijk iedere attractie is wel gethematiseerd in het thema van Asterix en Obelix. Dus dat is een beetje het Gallische, het Romeinse thema. En ook hier hebben ze een heel mooi Gallisch dorpje. Wat echt leuk uitziet. En dit vind ik altijd leuk aan de parken. Om van de bekende figuur op de foto te gaan. En een dagje in Park Asterix kan natuurlijk ook niet ontbreken zonder een meet and greet met Asterix en Obelix. Wat ze hier hebben gedaan is ze hebben objecten eigenlijk tussen Asterix en Obelix en tussen de gasten gezet. Hier is een tafel. En daar mogen mensen voor staan waardoor de afstand voldoende is. En nu hebben ze een virtueel wachtsysteem. Alleen wat je bij elke ingang daarvan ziet is dat het zich enorm ophoopt bij de ingang. Omdat iedereen zijn reservering er nog moet bijpakken of nog aan het wachten is. Dus dat zie je wel wat opvalt. Ook wat betreft horeca in Park Asterix. De prijzen vallen op zich nog wel mee. Het is niet altijd duur. Hier zitten we in een Italiaans pizza restaurant. Waar ze pizza's verkopen en pasta. Ja, zoals je ziet, het prijs varieert van 7 tot ongeveer 8, 9 euro. Wat mij daar wel echt op viel, en dat moet ik wel zeggen, dat is wel echt een kritisch punt naar Park Asterix. Wat betreft corona, want in elke wachtrij staan er strepen dat je afstand moet houden. En het park doet echt zijn best wat betreft corona. Alleen wat ik dan niet snap is dat als je in bijvoorbeeld de Splash zit, maar er zijn ook nog een aantal andere attracties. Daar heb je dan een aantal zitplaatsen en wij gingen er toevallig met z'n tweeën in. En dan wordt er gewoon een ander gezelschap naast je gezet. Dus in de Splash zat er ook gewoon een vrouw naast me, ongeveer 6 minuten lang. En dan vind ik het een beetje raar dat je dan in de wachtrij 1,5 meter afstand moet houden. Terwijl je vervolgens in de attractie gewoon dicht op elkaar zit. Dus dat snap ik niet helemaal waarom dat gedaan wordt. Natuurlijk voor de capaciteit komt het ten goede. Maar als je inderdaad echt zoveel geeft om corona, dan vind ik het een beetje raar dat je dat doet. Het is nu tijd voor l'auxiliarium. Als ik het goed uitspreek, is lastig woord. Maar dat is een soort, wat is het? Het is geen rapid. Maar het is een soort, een soort reftbaan is het eigenlijk. Een soort bootje wat je ook wat vaker in een zwembad ziet. Ik heb nog nooit zo'n attractie gedaan, dus ik ben wel benieuwd eigenlijk hoe leuk die is en hoe nat je er ook in wordt.
zeggen dat Osiris niet alleen een geweldige achtbaan is, maar ook echt top gethematiseerd is. Het ziet er super uit. Ook hier achter mij hebben ze allemaal een soort kleine fonteinenshow hebben ze hier. Dus het is echt wel hier, het gebied zelf is ook echt prachtig om te zien. Het is echt wel de toppen van Park Asterix hier. Het ziet eruit als een gekke constructie, maar eigenlijk is dat er een nieuwigheid hier in Park Asterix. Dat is namelijk een bar. Het is een bar die omhoog gaat, een soort lift. Daar ga je een plaats nemen en dan heb je een prachtig uitzicht boven Park Asterix. Best wel uniek eigenlijk. Het is een achtbaan die we nog niet hebben gedaan. Dat is Tonnerre de Zeus, de houten achtbaan van Park Asterix. Ik vraag me eigenlijk af bij deze achtbaan hoe ruw die gaat zijn. CCI achtbaan, Custom Coaster International. Er staan eigenlijk niet zo heel veel achtbanen van in Europa. Dat is een achtbaanbouwer die ook failliet is gegaan in 2002. Ik heb wel eens een achtbaan van deze fabrikant gedaan in PortAventura. Stampida en de Tomahawk die zijn van deze bouwer. En voor de rest heb je er nog volgens mij een paar in Engeland staan. Dus ja, er zijn er niet heel veel meer van. En het is bijna 7 uur, het Park Asterix gaat bijna sluiten. Maar we hadden nog even mazzel, want Pegasus Express die hebben we vanmorgen al gedaan. Maar die had wat langere tijd de storing. Maar die ging net open en je hoeft ook niet te reserveren via het reserveringssysteem. Dus we kunnen zo naar binnen lopen. Dus dat lijkt me ook wel een mooie achtbaan om de dag in Park Asterix mee af te sluiten. En hier is de Rapid van Park Asterix. Romus en Rapidus. Die hebben we helaas vandaag niet kunnen doen. Daar hadden we toch iets te weinig tijd voor. Hij ziet er wel heel tof uit. Maar ik denk als we de volgende keer komen bij Park Asterix, dat we die zeker ook mee gaan pakken. Oh, je treffen. Dit komt me toch ergens wel bekend voor. Ik weet niet waaraan. Maar het doet me ergens aan denken. En dit was het dan in Park Asterix. Ik had hoge verwachtingen van het park. En die zijn ook zeker echt uitgekomen. Dit park, het staat denk ik zeker, net niet in mijn top 5, maar echt wel zeker in mijn top 10 van parken in Europa. Direct al bij de eerste keer. En eigenlijk kan je Park Asterix een beetje vergelijken met een Walibi België, wat betreft attracties. En thematisering een beetje Plopsaland de Pannen. Want je merkt ook wel heel veel, is gebaseerd op stripfiguren. En dat zie je ook wel een beetje in de stijl in het park. Alleen als je die twee combineert, is het nog wel echt beter. Dus het is niet hetzelfde als Walibi België Plopsaland. Nee, het is nog wel, vind ik wel beter. Ze hebben betere attracties, dus heftige achtbanen. En ze hebben ook betere thematisering. Ook wat betreft corona vind ik dat het park behoorlijk streng nog is. Je hebt mondmaskers, er loopt heel veel beveiliging. Je moet bij iedere attracties en in de wachtrijen ook nog eens je handen desinfecteren. Dus daar zijn ze wel streng op. Wat ik mij wel afvraag, wat ik al eerder zei, is dat je dan afstand moet houden in de wachtrij. En dat je vervolgens bij de attracties of in de achtbaan gewoon heel dicht op elkaar zit. Dan vraag ik me af, waar is die 1,5 meter afstand daarvoor nodig? Dat lijkt mij eigenlijk overbodig dan. Maar goed, wellicht is de regelgeving hier anders of is het wel veilig. Ik moet wel zeggen dat ik mij hier veel veiliger voelde dan bijvoorbeeld vaak in de Nederlandse parken waar het nu wat drukker is. Vond je het een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal en volg mij ook even op Instagram. En dan zien jullie mij weer in de volgende video. En dan gaan we naar Disneyland Parijs. Woehoe!